denk dat u, uw vrouw Wendy en uw zoon Danny eigenlijk niet echt goed weten waar jullie aan beginnen. U weet wat het allemaal inhoudt om een hotel dat in de winter ingevroren is en afgesloten staat van de buitenwereld te onderhouden. Ik zie geen reden om u hier het hotel een hele winter te laten onderhouden. U was vroeger een alcoholist. U bent ontslagen wegens agressie. Uw vrouw is lager geschoold en uw zoon heeft psychische problemen. Laat me u een klein verhaaltje vertellen. Grady leek op een compleet normaal persoon, bleef hier ook tijdens de winter om het hotel te onderhouden. Wel, tijdens de winter heeft hij een totale mentale breuk gehad. Hij nam een bijl en vermoordde zijn familie. Waarschijnlijk creëerde hij hier een vorm van claustrofobie, omdat het totaal afgesloten was van de buitenwereld. Wel, ik kan u verzekeren, meneer Ullman, zoiets zal niet met mij gebeuren. Ik kan dingen zien in de toekomst. Soms zie ik dingen die aan het gebeuren zijn. Dat is dus het licht. Ik heb het ook. Hoe zie je deze dingen? Via dromen. Via Tony. Deze plek is niet goed voor mensen met licht. Je ziet dingen die niemand kan zien. Jack, waar was je? Gewoon wat zoeken naar de achtergrond van het Overlook Hotel. Er zijn hier veel mensen gedood. Tony?